dus, maar alles is nu eigenlijk weer eindelijk normaal, soort van. Ja. Ja, behalve het huisje daar, Marie. Ja. Hey, joh, ja. Goed zetten. Nope. Maar wat nou als die dadelijk weer komt? We kunnen hem Dat dan kan. gevangen nemen. Ik bedoel, we hebben een soort van gevangenis. Toch? Ja, klopt. Maar ja, ik wil liever niet dat hij komt, Is gewoon voor als. maar ja, we zijn nog kinderen namelijk, dus wij kunnen ook niet iedereen en altijd Ja, dus aan. daar. We zijn nog. Ja, hoe zeg je dat? In train. Wacht even. Ik zie er iets. Wacht, laat mij maar. Dat is hier. Ja, hij is er hoor. Hij is er hoor. Oh, Naar de man. wat de. Hey! Hallo! Waar is hij? Oh, wat? Hé, wacht even! Wat? Zeg, hallo! Wat ging er echt door nu? Auw. Hij negeert als een voor. Hey! Hoor je al zo'n stekker? Je moet wel een keer luisteren hoor. Jezus. We kunnen kiezen of een. Waar is Wat doen we weg? met hem? In de gevangenis gooien? Ja, ik denk dat het best is. Kom, mee jij. Gevangenis. In de gevangenis. Die kant. Ja. Goed zo. Die kant. Nee. Hey. Ga dan maar door. Ja, ik voel me niet zo lekker. Oké, dan ben ik goed. Ik ga achteraan. Ik hoop dat het goed Ik. is. Ik weet niet waar die. Dan ging ze ergens schuin. Ja, maar wij zijn nog nooit buiten onze kinderen geweest. Hij is hierin. In? Hallo, Waar zijn jullie? meneer. Odie. Blijf Odie. staan. Ja, sorry hoor. Ik ben gewoon Koos? even. Ja, ik merk het. Ja, Boos, alles ja, nog met een merken gal. probeer mij niet te Ah. maken. Maar ik zit hier echt een deur. Jij Waar gaat de zijn jullie? gevangenis Of in, waar ben je? heertje. Meneertje, ga maar lekker de gevangenis in. Kijk, ik ga lekker die kant op. Die kant. Die kant. Nee! Ei! Dat is wel lastig, hè? Ik Wat gaan ben jullie in de dan doen? gevangenis, ja. Ik ben daar. Die eentje. Alright. Je hebt mij de vorige keer al boos gemaakt. En liet dat Loop. goed af? Liet dat goed Ja, af? probeer die bu. Ja. Oh man. Zie je het? Weer mee verdwijnen al jouw krachten. Ja, ik denk dat we nog goed moeten oppassen. Dat is een dikke manier met dit. Verdwijnt dit hele gebouw. Oké, nu heb je mijn poot gemaakt hoor. Dat is En hoewel gebouw, ik geen gebouw, het is een erg van de wereld, bliksem man. ben, zou ik zeggen, proef wat hete bliksem. Gaat het? Ah! Ik ga je nog iets vertellen. Ik wil nog meer. Wat is dat? Kijk eens aan. Wat is dat voor ding? Wat is
Wat is het hier binnen? Ik weet niet, maar gewoon... Luister. Ga je eruit, er moet... Ga je... Moet... Je dood. What the fuck? Wat? Snowball? Ik heb weer We moeten hier weg. Snel, vind een uitgang. Wat gebeurt er als hij deze keer wat tegen jou aangooit? Oh, ik kan niet meer. Wegwezen, snel, moet de zoekdekking zoeken. Ren, ik hou wel tegen. Ik weet, ik doe mijn best om hem tegen te houden. De kracht. Ik voel de ja, de kracht is terug. Ga weg! Nu! Nee. Maar ik krijg je nooit te pakken van de terug. Wat is. Dan ga je je van matje zesje weg. Als je dat doet. Als je dat doet. Ben je dood. Hé? Dan krijg je... Hé? Hé, stop! Fuck, kijk om mijn zus af. Vecht dan tegen mij, als man. Ik kom er niet uit. Mietje. Met een mietje. Met een mietje. Ja, je bent een mietje! Ja? Yes! Ja, joh, kom maar, kom niet meer terug! Wat te doen, wat te doen? Ben uit de mythe voor. Hè? Ben als een man! Blijf maar even zitten. Weg, wat gebeurt er? Weg! Wat gebeurt er met mijn kracht? Dat is een kracht die alleen de goden krijgt. Zo. Weg! Nee, weet ik kom niet uit. Voel je ze al minder, hè? Hè? Voel je ze al minder? Hè? Laat me leven. Auw. Leuk, hè? Als je een vuur en brand staat. Leuk, hè? Ik haal je zusje eruit. Oké, doe het. En nou ga je weg van deze hele koninkrijk en verdwijn je terug naar je eigen wereld. Dit krijg je allemaal nog voor wat je mij aandeed. Kan je niet. Nu! Ik neem mijn kaarten. Ja, oké, dan verband ik je wel van deze wereld. Nee, mij wilde je niet boos maken. Ga dan weg. Pak aan. Waar is hij? Oké. Ik wil nu zetten. Ik zorg al dat dit gebouw, dat deze blokken van een beetje verdwijnen. Masters van de blokken. Alle blokken bij. Oh nee. Wat zijn. Oh nee, dit gaat niet goed voor mij aflopen ook. Kom op. Nee, dat is er niet. Damn it. Ah,
Deze zijn alleen maar beter van mij. Help! Oh, damn it! Ah! Dat is pijn! Vergeten dat wij goden zijn. Zou ik het zeggen? Ergens ben nu bij het huisje. Hij kan me plotseling pijn doen. Waar ben je? Ligt het er? Waar ben jij? Oké, dit kan echt gevaar. Ja, ik ga. Maar. Laat ons met rust. De enige om mij te stoppen is nog iemand van mijn humor te halen. Dadelijk. 10 minuten uiterlijk. Ik zal je tijd 20 uur 51. Ja, 21 uur is het Sloes. Ja, Sloes. Holy crap! Broer, pas op! Ik denk dat jij gewond raakt. Laat mijn broer met rust. Ah, dit is een kinderspel, joh. Oké, ik ben niet even veilig. Eén schot, je bent dood. Eén schot! Oké. Broer, ik kom eraan. Ik ga me niet verstoppen. Ik kom eraan. Nee. Ik ga niet vliegen. Wat? Broer, Avol, ben je? Nee. Waarom zou je jou laten leven? Je hebt tot nu toe alles vernietigd. Ik zeg, ga dood. Nee. Laat me alsjeblieft leven. Waarom zouden we? Waar ben je? Waarom zouden we? Waarom we? Slim op. Fuck you. Weg jij. Broer, waar ben je? Oh. Nee. Weg jij. Nee. Wat is dit? Dus is hij? Heet. Ik zeg weg. Gaat het nog, meisje? Ben je snel? Laat mijn broer nu maar met. Nee, mij krijg je niet. Laat mijn broer met rust. Damn it. Gaat het nog met je? Damn it.
Waar is hij? We moeten even ergens onderdak. Hier in de open lucht kan hij ons overal pakken. Kom. Hij is nog steeds ergens. Hij is nog steeds ergens. Ja, dat is wel ook wel een beetje pan gehakt. Ik kan niet meer vliegen. Oké, hij gaat helemaal dood. Probeer anders op adem te komen. Ja, ik nog niet. Ik heb allemaal krachten, allemaal dingen. Ik kan niks meer. Ik kan nog een beetje mijn krachten gebruiken. Ik ben... Tenminste, ze zijn minder sterk, maar ik kan dan nog vliegen. Ik kan de spel van het vliegen gebruiken, de wolkenkracht. Ja, mijn krachten heb ik nog wel, maar van de... Dan kan je vliegen. Ook gaan vliegen. Ik kan kracht vliegen, de wolken kan lopen. Meer. Dus dan is eerst uit, dat is belangrijk. Ik kijk wel of ik hem ergens zie. Ja. Dit is erg. Wat? Oké. Ja, ik ben buiten. Ik ben nou buiten. Hey. Wacht even met openmaken. What the fuck is dat? Ik kijk eerst even of er niet een van de... Ik weet wel wat er op zit. Hier. Is dat een kist? Kijk eens achter je. Naast je, boven je. Ik ben er al. Ja, maak wacht me even. Ga even een beetje anders achteruit. Anders TP me gebruik eerst even krachten om naar mij te komen. Op zit, moet ik even het juiste... Oh. Damn, ik had hem het juiste. Ja, is het een kist? Fuck. Oké. Waarom valt ik zo'n vlam? Hij is aan de buurt. Je moet hem niet kapot maken, hè? Wacht. Het is een kist, moet je hem opmaken. Oké. Het is een raar ding, maar hoe komt het eigenlijk hier? Even eens. Kun je denk je maken? Grote overneemsel. Nether de overneemsel. Dit is een... Toen ik hier dat gevecht had met die nethergod en een andere hertog. Oké, ik ga het gewoon proberen. Hij staat daar. Ik ga het gewoon proberen. Spreu de overneemsel. Nether der oversel. Ja. We moeten er niet veel misbruik van maken. Ja, er zit altijd wel iets achter. Dan moet je dat vanaf zo. Ja, heel even. We kunnen hem tenminste ondervragen. Ik heb hem in mijn macht. Ik kan hem als we doen wat ik wil. Ja. Ja. Wat? Wat? Waarom ben je hier? Dit lijkt helemaal niet op gaan afsluiten. Mam, ik zit in een opname. Mag ik heel even afmaken? Nee, want zo... Iedere keer. En dan is het zo weer 20 minuten later. Nee.
Dan moet je rekening houden dat je om 8 uur had, niet pas om 10 uur. Ja, Lisa? Volgens mij wel. Ik ga hier, heb je trouwens een ik vraag me heel van Hij staat nu in jouw macht, als het goed. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga even naar de tussenwereld toe en ik zie jou snel weer. Oké. Dus, maar... Tot snel, Lisa. Wat doe je hier? Je kunt praten, toch? Wacht, misschien... Anders mag je toch even straks wakken? Oké, even kijken hoe ik dit moest doen. Ja, als je bent in mijn macht. Knik even als je in mijn macht bent. Oké. Kun je mijn vraag gewoon beantwoorden? Ik bedoel, pratend? Nee? Oké, dus ik kan niet praten als ik als je in mijn macht ben. Oké, dit was een naam hier. Sorry, ja, niet spetje. Damn it. Even kijken. Wacht, ik weet de vraag. Ben jij een god? Ik bedoel, er zijn wel meerdere goden en slechte goden. Oké. Van de Nether? Ja. Ja, hoe ga ik. Ik ga het neer. Ja, nee, spuitjes. Even nadenken hoor. Ik kan niet vragen stellen zoals waarom ben je hier omdat je niet kan praten? Juist. Waarom haal ik zo'n spetjes? Even een denk hoor. Ben je hier voor wraak? Oké, je bent hier voor wraak. En wat heb ik voor wraak eigenlijk? Is het een wraak die iets te maken heeft met het verleden? Oké, dus je neemt wraak op iets dat in het verleden is gebeurd. Heeft dit iets te maken met mijn moeder, met de oppergodin? Oké, dus je neemt wraak op iets uit het verleden te maken heeft met mijn moeder, met de oppergodin. Oké, dat zijn al wat puzzelstukjes. Heeft ze je volgens jou verraden? Of heeft ze iets slechts op tegen je gedaan? Oké, ze heeft iets slechts gedaan. Moeilijk te geloven dat ze een oppergodin is, maar oké. Heeft het je leven gekost? Zeg maar wat. De baas mag je ja gaat zeggen. Dat is schijnbaar een vraag waar je het lang over moet nadenken. Dat zou ik denk ik ook doen. Kijk, ik kan het simpeler maken. Ben je door mijn moeder dood gegaan? Laat ik het daarop houden. Je bent dood gegaan dus in het verleden. En je bent... Was je toen al een god toen je overleed? Oké, dat is best raar, want je was dus een god op het moment dat je overleed. Hoe? Dit is echt zo vervelend. Geef me even een momentje. Oké. Dus je nam wraak op. Je wilt wraak op mijn moeder, omdat ze in het verleden heeft vermoord. Heeft ze je vermoord omdat er macht in het spel was? Had het iets te maken met de macht? Zo van, hoe zeg je dat? Hadden jullie ruzie om de macht? Laat ik dat aan. Oké, dus jullie hadden ruzie om de macht en daar heeft mijn moeder met jou vermoord. Was je toen eigenlijk al slecht in de zin van ik wil alles vernietigen en zo? Oké. Dit is iets van. Oké. Dus zoiets. Dit speelt al ongeveer iets van duizenden jaar of zo. Ongeveer.
korter. Je speelt tenminste al heel lang. Nog steeds moet ik beantwoorden de vraag. Damn. Even kijken hoor. Huh? Een boek. Oké. Okay. Oh ja, wacht. Jij kan misschien nog wel schrijven in een boek. Is het niet? Je bent aan het schrijven in een boek. Ja, dus. Oké. Okay. Oké. Dus je nam wraak op mijn moeder omdat er een gevecht was op de macht. Daardoor heeft ze jou vermoord en toen wilde je wraak doen. Oké. Interessant verhaal, maar dat is, lijkt nu ook wel een beetje op het hele. Even kijken hoor. Wacht even. Dat moet ik even op een rijtje zetten. Ik ben even... Oh, sorry. Dat was niet de bedoeling. Sorry, verkeerde bladzijde. Pardon, vergeef me. Oké, ik kan het gewoon even een beetje lastig geloven. Wacht even. Als... Meen je dat serieus? Wat in het boekje staat? Oké, dat is heel overbodig. Oké, dus het is echt... Wacht. Heel even. Als jij mijn moeders zus bent. En mijn moeder is... Mijn moeder. What the fuck ben jij dan eigenlijk een oom van mij? Oké. Als ik mijn stamboom bekijk. Dan is... Dat is echt heel creepy. Maar wacht. Als je dus familie was van mijn zus. Hoe kan het dan eigenlijk zo zijn dat je slecht bent geworden? Ik bedoel, als je familie bent van mijn zus. Dan zou er de mogelijkheid moeten bestaan dat je ooit goed was. Of niet? Ben je ooit goed geweest? Ah, komt weer een boekje. Dan gaan we een boekenkast beginnen. Oké, even kijken. Wat heb ik er? Oké, dus je bent ooit goed geweest. Ja, dus. Maar hoe de hek komt het dan eigenlijk dat je slecht bent geworden? Ben je slechter geworden door een vloek of door hebzucht? Oké, dat kan ik beter apart schrijven. Oh, weer een boekje. Ik kan zo echt een boekenkast beginnen in het begin een beetje. Ik heb dit dan nog wel ver. Even kijken hoor. Dat is zeer interessant. Ik voel me net gewoon net als op zo'n detective bureau dat ik iemand al ondervragen ben. What the fuck, een kip. Oké. Juist, dit is gewoon echt heel raar. Waar moet ik hier eigenlijk nog mee denken? Het is gewoon echt lastig om bijna te denken. Dus je was... Maar waarom... hoe kun je die vraag makkelijk stellen? Je wilt dus vragen nemen op je zus, die familie van je is. Het is gewoon echt heel lastig uit te leggen. Met de reden dat ze met ja en nee kan zeggen. En als ik kan ook wel schrijven. Maar je wilt wraak nemen op mijn zus. Dan is het toch wel een sprong dat je... Of, oh, nee, wacht. Ik weet het al waarom. Je wilt ons pakken, zodat het mijn zus pijn doet en ze zich daardoor gekwetst voelt. En zo neem je wraak. Op die manier zeker. Net dat ik hem altijd in die van die films voor. En dat hebben altijd de mensheid. Altijd als drama. Weer een boekje. Je kan een boekenkast beginnen. Even kijken, staat hier. Ik was dood gegaan en ik kreeg een nieuw leven als een slechte god omdat mijn zus me dood maakte. En ja. Oké. Even kijken. Wacht, die was dus nog gewoon goed. Nog voordat die dood ging. Toch? Oké. Dat is best apart. Wat voor zeker weer altijd inderdaad om macht ging. Zoals ik tot nu toe heb geleerd en gestudeerd. Het ging zeker om de rang van de oppergoden.
is het niet. Het kunnen namelijk maar 2 mensen meestal echt zijn. Ja, dat is erg lastig. Dus daarom hadden jij en mijn moeder ruzie. Omdat jullie... omdat jij ook vooral oppergod wilde zijn. En daardoor kreeg je een soort ruzie. Waarschijnlijk ook dat Atlantis daardoor is vergaan. Whatever. Dat is echt een heel lang verhaal. Ik ben een beetje vragenloos. Maar je bent dus nog gewoon nog steeds uit op wraak. Nou, zelfs na duizenden jaren dat mijn moeder een oppergodin is. Is er dan denk ik geen manier om het eigenlijk op te lossen? Dat klinkt gewoon echt, weet ik, heel eenvoudig. Oh, het is geen manier om op te lossen. Dat snap ik. Dus een soort eeuwige ruzie. Gezellig. Ja. Je kan echt niet op dat moment oppassen. Even een momentje.